Yo, what's up iedereen? Mijn naam is Ayalist Ay. Ik erg gewoon Dylan. En vandaag ga ik mezelf een keer zien op de facecam. Yo, what's up? Waarom heb ik een pet op? Zal ik daarmee beginnen? Ik ben vandaag 2 keer mijn kamer uit geweest. Waarom? Ik ben de hele dag aan het studeren. Ik voelde me niet zo goed vanochtend. En dus ik was niet naar school gegaan. Of naar mijn stage eigenlijk. Ik voelde me echt niet goed gewoon. Ik dacht, ik ga gewoon de hele dag studeren. En ik ben alleen mijn kamer uit gegaan om mijn tanden te poetsen natuurlijk. Tjing. En voor de tweede ding is gewoon om eten en drinken te pakken voor 1 keer. En gewoon de hele dag hier gebleven. Goed, ik zal mijn kamer even meteen voorstellen. Het is een gigantische troep. Yep. Ik ben een student, dus ja, whatever. En dit is mijn lieveling. Dit is mijn zilveren shiny controller waar ik alles mee doe. Hij is gewoon altijd voor me aanwezig. En hij is gewoon super lief en super lekker. In ieder geval, we gaan beginnen. En kijk gewoon even mee. Vandaag gaan we dus een andere game spelen, Left 4 Dead. En Left 4 Dead is eigenlijk gewoon zombies raggen. En waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat ik zit de hele dag in mijn kamer. En ja, echte man, jullie weten wat we leuk vinden. Wij vinden het gewoon leuk te rachen en wij willen bloed zien. Wij willen gewoon zien hoe we mensen slayen, zombies killen. En dat gaan we dus ook gewoon doen. Ik heb ook die... Holy crap. Get her done! Woehoe! Bam, jullie zien het. Hier ben ik... dit is gewoon voor mij zo relaxend. Kijk, ik blijf gewoon even spammen. Zo relaxend gewoon om eindelijk uit mijn kamertje en een beetje uit mijn studiehoek te komen. En gewoon baf, afgelopen met psychologie voor nu. Afgelopen met biomechanica leren. Gewoon even lekker een paar zombies slayen en een video maken voor YouTube. Waarom heb ik nu een facecam? Er is 1 reden voor. Ik wilde mezelf, eigenlijk wilde ik mezelf... Nee, ik wil Melly. Ik wilde mezelf eigenlijk niet laten zien op YouTube. Gewoon, wilde ik gewoon niet. En holy shit. Bam, wat is er, Charger? Blah! Maar ik wilde mezelf natuurlijk niet laten zien op YouTube. Dat vind ik een beetje, ik weet niet, een beetje privacy van mezelf, gewoon hoe ik eruit zie. Maar uiteindelijk heb ik een video opgeload op het kanaal van DJ Laszlo. En DJ Laszlo maakte een thumbnail met een foto. Oeh! Ah, shit, man! Met een foto van mij, zeg maar, als thumbnail. Dus ik dacht, fuck it, ik ben toch al op YouTube staan nu met een foto. Met een biertje in mijn hand. Kijk, net zo goed even gewoon een video van mezelf maken, hoe ik eruit zie en shit. Weten mijn subscribers dat ook, mijn viewers dat ook. En weten de mensen van GGX ook wie het gezicht is achter Irelist Eye. Waarom zit ik zo ver weg? Niet omdat ik mezelf super lelijk vind ofzo. Of dat ik jullie niet dichtbij me wil hebben. Dat soort dingen helemaal niet. Maar het is heel simpel. Mijn tv is hier al eigenlijk. Gewoon onder mijn laptop. Ik heb geen webcam op mijn computer. Maar mijn computer staat daar. Dus daarom ga ik hem niet daar doen. En mijn recording shit van mijn Xbox. Waar ik mee record. Op mijn laptop. Op mijn computer dus. En mijn computer staat dus daar rechts. En mijn microfoon zit in mijn computer. Die zit dus ook rechts. En dus daarom zit ik hier eigenlijk op zo'n afstand. Ik zal je eerst even voorstellen aan mijn crew. Dat is mijn crew. Alice, Rochelle en Nick. Nick is de gladde jongen. Elke zombiefilm heeft altijd dezelfde soort mensen. Je hebt de gladde jongen die eigenlijk uiteindelijk altijd gaat betrayen. Het is gewoon zo, dat hoort gewoon in films. De gladde boy, oftewel Nick in deze serie, is altijd een betrayer. Ik weet niet of je het gaat doen in deze film, deze game. En ik heb het een jaar niet gespeeld. Misschien doet dit hier ook. Maar die heb je sowieso. Dan heb je altijd de redneck. Gat, dood man. Wat is sit down, bitch. De redneck, je hebt altijd een chickie. De chickie is hier in dit geval Rochelle. En je hebt altijd, haha, the black guy who always dies first in the movies. Not this time. Ik ben coach, ik heb gekozen dat ik de nigger ben. Waarom? Want ik wil bewijzen dat ik niet doodga in de game. Ik heb wel alle aggro, maar ja, dat verdien ik. Want ik ren gewoon op af als een fucking soldaat. En that's it. Wat ik eigenlijk over wil hebben deze video. Niet over de gameplay, want ja, dat zie je liever zelf wel. Het is gewoon Left 4 Dead, een random game. Een keer geen Minecraft, geen FIFA, geen Call of Duty bullshit. Maar gewoon Left 4 Dead. Wat ik eigenlijk over wil hebben is originaliteit bij YouTube, bij de YouTube community in Nederland. Want ja, het gaat aan de kant, jongen. Het gaat achteruit, zoals ik, ik heb het nog nooit gezegd, maar de... Bam, ga aan de kant, jongen. De YouTube community gaat heel erg achteruit, vind ik, de originaliteit. Waarom? Iedereen die loopt maar 1 game op. Jullie weten waar ik het over heb. Het is allemaal hetzelfde shit. Allemaal doen ze Black Ops 2. Laten we er allemaal even eerlijk over zijn. Black Ops 2 is gewoon een kutspel. Daarom speel ik het zelf ook niet. Ik heb alle Call of Duty gespeeld, maar Black Ops 2 gewoon niet. Want het is gewoon een gaar spel. Ik ga het ook niet spelen, want ik vind het gewoon niet leuk, weet je. Wees origineel. Waarom hebben wij een gaming channel gemaakt? Dus wij houden van gamen. Ga dan ook geen game spelen die je niet leuk vindt. Origineel zijn. Wees origineel. Maar ja, wat bedoel ik hiermee? Waarom heb ik het over Black Ops? Ja, heel veel mensen zijn dus niet origineel. Die doen allemaal Black Ops 2. Waarom? Die krijgen views. Dat is de enige reden. Er is geen andere reden voor. Ze krijgen gewoon views. Ligt aan de commentator? Ja, half. Jij bent gewoon een saaie dude die gewoon niet durft om iets anders op te loaden zoals ik. Ik doe Minecraft omdat ik het leuk vind.
Ik load FIFA op, omdat FIFA gewoon een vette game is. En ik loop nu bijvoorbeeld dit spel op Left 4 Dead. Here they come. Get some shit started. In ieder geval, ik ga er niet eens kijken, ik ga gewoon vertellen. In ieder geval, ja, ik vind het gewoon zuur dat mensen... Oh, de camera valt bijna uit. Hier ben ik weer. In ieder geval, wat ik heel zuur vind, is gewoon dat mensen dus gewoon Black Ops 2 uploaden. Puur voor de views. Het ligt niet alleen maar aan de commentator. Kijk, tuurlijk wil je kijken. Nou, sommige mensen vinden het gewoon leuk om te kijken inderdaad naar Black Ops 2, weet je. Sommigen vinden het gewoon leuk om te zien. En dat is gewoon, ja, ik snap het. Het is niet eens heel stom, weet je. Ik kijk ook natuurlijk naar Black Ops 2 video's soms. Maar alleen naar degene die ik goed vind. Maar ja, heel veel mensen kijken ook alleen maar naar video's. Ook al zijn ze slecht, toch zeggen dat ze goed zijn. Dat moeten we niet hebben. Wees gewoon eerlijk en zeg gewoon nee. Doe eens origineel en durf origineel te zijn. Ik kijk wel eens natuurlijk naar video's, want ik heb 105 subscribers. En ik kom er maar niet af. Ik kom maar niet voorbij de 105. En ik heb niet zo heel veel views. Dat vind ik heel jammer. Maar ja, dan ga ik dus video's kijken inderdaad. Van wat kan je het beste doen om meer views te krijgen, meer video's. En echt jongens, in 9 van de 10 video's zeggen ze... Play Call of Duty. Fuck dat man. Wees origineel. Speel games die gewoon niemand als anders speelt. Weet je, het is toch voor je eigen best wel. Je vindt het zelf leuk om te spelen. En ja, waarom heb je zoveel klagers over Call of Duty? Speel het dan gewoon niet, weet je. Maar ja, mensen doen alles voor de views, jongens. Zo bedoel ik. Zo gaat de creativiteit van YouTube achteruit. Ik vind het heel jammer. Ik ben zeer teleurgesteld. Maar het is niet anders. Gelukkig word ik niet zo. Ik ga het niet doen. Ik ga geen Call of Duty 2 spelen of Black Ops 2. Omdat ik het niet leuk vind. Ik heb het trouwens gespeeld hier thuis, maar ik vind gewoon niks en ik ga dus ook niet zoveel uploaden. Het is gewoon niet wat ik wil doen. Nou, dat wilde ik bedoelen met originaliteit. Wat ik ook bedoel, gewoon zoek eens naar series die gewoon niet veel gedaan worden. Ik heb laatst een helemaal FIFA-serie, ik weet niet of jullie hem kennen. Als je hem niet kennen, kijk even naar mijn FIFA-serie. Hij is best leuk ontvangen, want ik vind het zelf ook best leuk, namelijk mijn serie. Op. Oh, get done. Oh, boomer! Nee, er komen al die zombies. Man, niet uit, ik ga gewoon lekker zitten. Bashen met één hand. Oh! Controle achter mijn rug en toch blijf ik ownen. Waarom? Omdat ik gewoon een baas ben. In ieder geval is het mijn FIFA serie waar ik het over had. Ik heb opgezocht, gewoon op internet gezocht helemaal naar of deze, ja, mijn serie. Dus inderdaad, ik alleen mijn speler ben en niet mijn hele team of wat vaak gedaan wordt in Nederland. En ik was echt, laat maar zeggen, de eerste. Oh, fuck. Ah, ik heb hem. Ik heb er helemaal niks over kunnen vinden en dat vond ik gewoon chill. Ik dacht, nou, weet je wat, dan ga ik er maar een serie van maken. Niemand doet het. Wow. Dan doe ik het maar lekker zelf, weet je. Dan ga ik maar zo'n serie maken. En wat gebeurt er nou? Ik ben er nu net even kijken. Er zijn net 2 episodes geweest. De derde is vandaag opgeload. Nu ik het opneem, is op donderdag. En ja, en wat gebeurt er nou? 2 dagen later, ik zie ineens... Wat zie ik? Iemand met dezelfde serie. Ik ben echt wat in de nopjes vol. Die gast zit 2 dagen op GGX. Ik ga geen namen noemen. Maar precies wat in de nopjes. Precies dezelfde serie als ik. Denk je, come on man. Wees even origineel, weet je. Je kan niet... Killed the most effective. 59 kills voor mij. Maar ja, zoals ik zeg. Wees origineel, man. Kijk. Dus met z'n 2 op GGX ook allebei. En we hebben allebei dezelfde serie. Come on, weet je. Wees gewoon origineel. Verzin wat leuks. Kijk, zoals Minecraft. Survival doet iedereen hetzelfde. Met FIFA heb je zoveel verschillende dingen dat je kan doen. Echt zoveel. En ik was gewoon de enige die dit deed. En ineens zijn het er dus nu 2. Ik vind het gewoon zuur. Originaliteit in Nederland gaat achteruit. Nou, jullie zien het. Ik heb een random game gespeeld. Jullie zien deze misschien op een andere dag. Volgens mij ga ik hem zaterdags uploaden. Ja, zaterdags. Maar ja, goed. Ik heb hem dus nu gespeeld. 100 keer misschien een andere game, misschien nog een keer deze game. Dus jullie zeggen dat ik moet blijven spelen. Ik hoop dat jullie mij niet te lelijk vinden. Dat jullie me geen lelijke dude vinden. You better not. En ja, eigenlijk wil ik hiermee mijn episode beëindigen. Ik heb genoeg geklaagd over originaliteit. Laat me even jullie mening hierover weten. Wat jullie hiervan vinden. Want ja, ik denk dat jullie het ook wel meemaken. Te veel series die op elkaar lijken. En te veel mensen die Black Ops spelen. En gewoon erover klagen. En dat je dan denkt van waarom speel je het dan als je toch zoveel gaat lopen klagen. Nou mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze episode. Ik hoop dat jullie genoten hebben dat jullie een keer zien wie het gezicht achter Idolist Eye is. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens. En box ouwe. Yeah.